sombere dag in de geschiedenis van het Nederlandse theater. Toen nam André van Duin definitief afscheid van de revue. Kijkt u mee naar een impressie van een emotionele laatste voorstelling. Ik heb 12 jaar, 13 jaar met hem gewerkt. En ik hoorde altijd, het zal de laatste wel zijn. Het is nooit gelukt, dus dit keer, ik geloof het niet. Eerlijk, en dat meen ik. Nou, laat het hopen. Er wordt geroepen, hij doet het nooit meer. Maar ik ben er niet van overtuigd. Nou, ik heb er naartoe geleefd, hè. Maar het is wel vreemd. Het is toch wel anders dan anders gevoel, hoor. Ja, ik hoop dat Joop erop door blijft hameren dat hij nog een keer gewoon met een revue terugkomt. Ja. Ja. Het is iets wat... Wat heel bijzonder geweest is in je leven als dat eindigt, dat is niet leuk. Maar er zijn zoveel leuke nieuwe dingen. Dus dat gaat vanzelf goed weer. Goedenavond. Ja, de laatste. Dat wordt wat, hè. Laatste eitje gaan we leggen. Ja, het wordt een mooi eitje. En een leuk eitje. De laatste. Ja, dat wordt wat. Even snelle verkleding en nog... Sminken, omkleden, dat hoort wat hoor. Sminken ons altijd. Kom naar boven toe. Dat vangt wie aan voor de 285ste keer. Iedereen is nerveus. Goed gaan. Dames en heren, de man waar u allemaal voor gekomen bent. Hier is En zo ging het 23 jaar lang. In 11 groots opgezette revues zette André van Duin het ene typetje na het andere neer. Zoals Elvis Presley. En deze trompetist. Altijd kijken wat de man in de spot staat te doen. De man in die hij is. De man... Maar André heeft zich ontwikkeld tot een conferencier die grote shownummers niet meer nodig heeft. Zoals blijkt als hij het over Ron Brandsteder heeft. Het hele wie ben ik, daar klopt er geen hout van, dat ziet u toch ook thuis. Hij heeft toch altijd veel makkelijker een naam op zijn bordje staan dan ik. Ik heb vaak namen op mijn bordje staan, daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Hij is ook altijd wat bijzonders. Dan is hij weer Bill Clinton, weet je wel. Of dan is hij weer Gina Lolo Brizzi daar. Ik ben altijd Pippi Langkous, Tieners aan de rekstok, allemaal van die onzin dingen. Het is niet alleen dat wie ben ik, dat wat ben ik, die tweede ronde als je dingen moet zijn, precies hetzelfde. Hij is altijd wat duurs. Hij is nooit zomaar, hij is altijd een gouden horloge of een kristallen vaas, weet je wel. Ik ben altijd een lege schoenendoos, een inlegkruisje, een condoomautomaat. Een lach en een traan liggen dicht bij elkaar. Dat bleek tijdens de finale van de allerlaatste André van Duin te voelen. Het doek valt voor de André van Duin revue. Gelukkig hoeven we het niet zonder André te stellen. Volgend seizoen gaat hij meer televisie doen. En te zijner tijd komt hij ook op de planken met zijn one-man-show. Het was wel het afscheid van Frans van Duschoten. Hij gaat het op zijn 60ste jaar wat rustiger aandoen. Volgende week in Showtime alle aandacht voor het